Welkom beste leerlingen bij dit hopelijk laatste filmpje voor Nederlands. En het zal voor deze week ook het enige filmpje zijn. Neem er alvast je cursus bij op deze pagina's. We gaan het deze week hebben over het verschil tussen feiten, meningen en argumenten. Nu, er is een heel groot verschil tussen die drie, maar je kan beter even pauzeren en even naar dit filmpje gaan kijken. Je vindt het ook natuurlijk in de PowerPoint die op Smart School staat. Je gaat daarbij een fragment zien van dit gegeven, het jongerendebat. Laat je maar even leiden en trek er je eigen conclusies uit. Nu, wat is een feit? Eigenlijk weet u dat ergens al, maar een feit is een gegeven dat oftewel bewezen is of bewezen kan worden, iets dat ook echt gebeurd is of iets dat nagekeken kan worden. Want je kan natuurlijk wel een wetenschapper hebben die zegt van kijk, 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 ik heb hier het bewijs dat het echt waar is. Maar het is maar pas echt een feit wanneer het opnieuw bewezen kan worden en opnieuw nagekeken kan worden. Of natuurlijk iets dat ook echt zo gebeurd is. Enkele voorbeelden, de aarde draait rond de zon, dat hebben we al meerdere keren bewezen, daar zijn we ondertussen zeker van. En een nieuwtje, de moderne familie van de T-Rex is een kip. Als je gaat zoeken naar het dier dat het nog het nauwst verwant is met de Tyrannosaurus rex, kom je uit op de kip. Dat is een vrij nieuw gegeven, dat moet nog door andere wetenschappers bewezen worden, maar het is wel een heel fijn feitje. Nu, wat is dan een mening? Dat weet je ergens ook wel, maar een mening is een gegeven dat jij voor waar aanneemt, maar daarom niet degene die naast jou zit. Iets dat niet bewezen is. Iets dat jouw gevoel of jouw gedachte is, wanneer jij vindt dat de kleur van deze PowerPoint groen is en die naast jou vindt dat blauw, dan kan daar moeilijk over gediscussieerd worden. En het is altijd bediscussieerbaar. Een mening, daar kan je altijd ruzie om maken, daar kan je altijd over discussiëren. Hoewel, zoals ik net zei bij die kleur, wanneer de ene A zegt en de andere B, dan valt er eigenlijk weinig te zeggen. Nu, wij discussiëren nu eenmaal graag als mensen. Bijvoorbeeld, dat is een mooie t-shirt. Wel, ik kan die spuug lelijk vinden, dat is nu eenmaal een mening. Of, Cambodja is het beste land om op reis te gaan. Daar kan een hele studie aan vooraf zijn gegaan dat zegt dat Cambodja het beste te bereiken is, het goedkoopst, het mooist. Maar dan nog kan ik nog altijd vinden dat het toch eerder Amerika is. En dan kunnen we weer een discussie starten. En het is natuurlijk een feintje om over na te denken. Laten we elkaars mening respecteren, hoe fout die van jou ook is. Mensen zijn er altijd van overtuigd dat zij gelijk hebben en dat zij alle wijsheid in pacht hebben en de wereld kunnen redden. Maar dat is natuurlijk ook wel een mening. Nu, wat zijn argumenten? En dat is natuurlijk een beetje het nieuwere gedeelte. Je kan argumenten hebben voor zowel feiten als voor meningen. En je gaat argumenten aanhalen om je gelijk te halen. Een argument is dus datgene dat jij gaat zeggen om aan te tonen dat je gelijk hebt. Wanneer ik bijvoorbeeld het feit zeg, de aarde draait rond de zon, dan kan ik als argument wetenschappelijke studies aanhalen, ik kan daar tekeningen bij aanhalen, ik kan wetenschappers beginnen citeren. Dat zijn allemaal argumenten die normaal gezien leiden tot mijn gelijk. Wanneer ik bijvoorbeeld zeg, die t-shirt is mooi, dan kan je daar ook argumenten voor beginnen aanhalen. Kijk, het is toch echt wel een mooie kleur. Of dit t-shirt is echt wel heel goed in elkaar gestoken. Zo'n zaken. Om toch te proberen de anderen van jou gelijk te overtuigen. Dat is de enige reden dat je argumenten gaat gebruiken. Maar er is een verschil tussen goede en slechte argumenten. De aarde draait rond de zon. Ik kan daar ook gewoon zeggen, ja, iedereen weet dat toch? Maar dat is geen argument. Wanneer de persoon tegenover mij daar echt niet van op de hoogte is, of echt ervan overtuigd dat dat niet zo is, dan ga ik die daar alleen maar mee beledigen. Dat is geen goed argument. We gaan even kijken naar een bepaalde casus. Misschien hebben jullie in het nieuws al wel gehoord van Katje Lee. Je ziet het katje hier. Nu, wat heeft de dame gedaan? Selena, als ik het goed heb. Heeft zij een katje meegenomen uit Peru? Het probleem is echter dat wanneer je een katje vanuit het buitenland meeneemt, dat het eigenlijk niet mag. Want je kan hondsdolheid of rabies meenemen. En rabies is een zeer gevaarlijke ziekte voor mens en dier, die altijd leidt tot dood, want er valt niks aan te doen. Nu, natuurlijk is de overheid erachter gekomen en wil de overheid Katje Lee laten inspuiten. Dat is een hele discussie geweest. Wat jouw mening ook is, wanneer je daarover wil discussiëren, moet je wel even nadenken wat je zegt. Bijvoorbeeld in het eerste geval dat ik hier heb geschreven, Katje Lee mag niet dood, want ik hou van katten. Nou, dat is jouw mening, maar ik kan er altijd op zeggen van, ik haat katten. Voor mij mogen die allemaal van de aardbol verdwijnen.
dan kom je er niet uit. Dat is een argument en je mag dat zeker gebruiken, maar het brengt je niet op weg. Het helpt je niet. Een ander argument: Katje Lee moet dood, want Selena verbrak de wet en rabies is een extreem gevaarlijke ziekte. Dat is een degelijker argument, ook al wil je misschien niet dat dat katje doodgaat, dan nog is het inderdaad zo, het is te bewijzen, Selena verbrak de wet, en het is ook te bewijzen dat rabies een extreem gevaarlijke ziekte is. Dat is wel weer een goed argument. En het is vaak wanneer mensen in een discussie zo'n goed argument aanhalen, dat de andere persoon die daar dus niets meer op kan inbrengen, dat die vaak boos wordt of begint te wenen of begint te roepen. En dan heeft hij eigenlijk wel een beetje aangetoond dat hij of zij ongelijk heeft. Nu, debatteren of mening geven. In een gewone discussie heeft er eigenlijk nooit iemand gelijk, tenzij op het einde een van de twee toch zegt van oké, ja, het is waar, je hebt gelijk. Maar dan nog kan die in zijn hoofd zeggen van bla bla bla, ik blijf toch mijn ding geloven. Nu, jullie hebben helemaal aan het begin een fragmentje gezien van een jongerendebat. En dat debat kan op verschillende manieren werken, maar het is inderdaad altijd op. En het heeft normaal gezien ook altijd een winnaar. Nu, meestal is een debat zo opgedeeld dat je een pro- en een contra-kant hebt. Zie je hier staat. Een pro-kant is die kant die voor is, de contra-kant is de kant die tegen is. Bijvoorbeeld bij Katje Lee, pro zou de kant zijn die pro zou zijn om het katje te laten inslapen, contra is de kant die daar dan tegen is. En zo kan je wisselen van kant. Wanneer je bijvoorbeeld later, in het vijfde of het zesde middelbaar, een debat gaat voeren, dan ga je altijd voor elke stelling een kant moeten kiezen. En bij een debat is ook steeds een jury aanwezig. En het is die jury die gaat bepalen, jullie hebben gewonnen, omdat jullie nu eenmaal de betere argumenten hebben. Wanneer je dus ooit echt in een debat verwikkeld bent, moet je je dan ook heel goed voorbereiden. En dat is dus de manier waarop ook politiek gevoerd wordt. Wanneer gepraat wordt over wetten of over het vervolg of over het besturen van een land, gebeurt dat vaak via debatten. Nu, wanneer jij jouw mening wilt geven binnen een debat of in een discussie en je wilt graag je gelijk halen, dan kan je best eerst en vooral de feiten opzoeken. Wat is er te bewijzen? Wat is er echt waar? Bereid dan ook je argumenten voor. Schrijf die dus noods op. En heel belangrijk, probeer je ook te bedenken wat de tegenpartij gaat zeggen. Ga op zoek naar die bronnen die zij zouden kunnen gebruiken, die hun stelling zou kunnen ondersteunen, zodat je daar meteen op kan ingaan. Je kan natuurlijk ook, en dat is natuurlijk een beetje fout, maar het mag, je kan ook op iemands gevoel spelen. Bijvoorbeeld bij Katje Lee kan ik tegen de jury zeggen van jullie hebben toch ook allemaal een huisdier, hoe zouden jullie je voelen om dat te moeten afgeven? Dat is op het gevoel spelen. Dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Dat is niet echt een argument, maar het werkt wel natuurlijk. En ga ook altijd de bronnen nakijken. Wanneer je natuurlijk op een website komt van een of andere persoon die vindt dat hij met zijn of haar handen rabies wel kan genezen en zegt dat hij of zij dat zelfs kan bewijzen, dan moet je toch even gaan nadenken van nou, dit is één persoon die dat beweert. Eigenlijk is er geen bewijs van. En alle dokters over heel de wereld zeggen dat dat niet zo is. Dan weet je dat die bron niet echt te betrouwen is. En op die manier kan je een debat proberen te winnen. Nu, het is voor jullie vooral belangrijk dat jullie weten wat het verschil is tussen een feit of een mening. En dat jullie ook weten wat een argument is. Je hebt altijd een bepaalde stelling waar je iets mee start. Die t-shirt is mooi, die lijm is sterk, dat boek is slecht. Zo'n zaken. En dan begint natuurlijk de discussie. En alles wat er in de discussie gezegd wordt, dat zijn argumenten. Maar heel erg belangrijk, je hebt goede en je hebt slechte argumenten. De goede argumenten verwijzen veelal naar feiten en naar zaken die bewezen kunnen worden. Slechte zijn meestal gewoon lege meningen, waar dus niks mee te doen valt. En de aparte categorie is dat op het gevoel spelen. Die zit er zo'n beetje tussenin, dat is een mening, dat is een beetje stout zijn, maar het werkt wel. En dat is hetgeen dat jullie moeten herkennen. Jullie moeten hier ook op oefenen. In de cursus op pagina 534 tot 550 zien jullie een oefening waarbij jullie allemaal reclamefolders gaan zien. Of andere stukjes tekst. En jullie gaan moeten zeggen, is dit nu een feit of een mening? En gaan ook moeten vertellen waarom. Over de argumenten zie je in kenniskoffer op pagina 555. Nu, je gaat die argumenten ook nog nodig hebben voor een spreekopdracht, maar die gaan we maar papa's doen wanneer jullie terug naar school mogen. En jullie krijgen nog een extra leesopdracht die jullie ook moeten maken.
Die vind je op pagina 452 tot 456 en ik heb die ook digitaal uitgetypt, dus je kan die ook online maken. Zie daarvoor het aparte document. Dus het is het handigste dat je daar naartoe gaat en daar alles intypt en zo alles beantwoordt. Dat was het voor deze week. Het is een vrij korte week, maar we bereiden ons voor om terug naar school te gaan. Hopelijk tot dan, als alles goed gaat. Blijf gezond en tot eventueel op de live sessie.